Presentatrice Yvonne Jaspers heeft dinsdag de Voorfarmers Agroscope bokaal uitgereikt aan de familie Zuidema. De familie heeft een legpluimveebedrijf in het Groningse Onstwedde. In totaal kregen 7 ondernemers uit verschillende sectoren de bokaal vanwege hun uitzonderlijke resultaten. We hebben een van de meest duurzame kappels ooit geproduceerd van leghennen. En dat hebben we gerealiseerd door over de 100 weken te gaan leeftijd en meer dan 500 eieren te produceren. Hoe realiseer je zo'n duurzame koppel? Alert zijn en goede hennen aankopen, goed voederaf en niet gauw ergens op bezuinigen wat gebeuren moet, dat moet gebeuren. Wat maakt nou dat je zulke duurzame koppels produceert? Ik wil graag ronde op ronde wel verbetering zien. En dat gaat ook samen met gemotiveerd personeel en gemotiveerde ouder. En dan kom je tot goede resultaten. Als jij iedere keer de beste wil zijn of bij de beste horen wil, dan gebeurt dat ook vaak. Ja.